Hoi, mijn naam is Amy Zeeman. Ik ben boswachter bij Staatsbosbeheer. En vandaag neem ik jullie mee op pad. Hey, leuk dat je weer kijkt. Vandaag neem ik jullie mee door onze stad en dorpsbossen. Ik kreeg afgelopen weekend een melding over dat er een boom over een pad zou liggen in het Wieshembos in Dronten. Dus we gaan even kijken of we die weg kunnen krijgen. Daarnaast is het vandaag maandag en dat betekent dat er dus afgelopen weekend met het mooie weer heel veel mensen de bossen intrekken. Lekker gaan picknicken, chillen. Maar dat betekent ook dat er heel veel afval blijft liggen, helaas. Dus we gaan even kijken hoe netjes mensen geweest zijn afgelopen weekend. En of we heel veel moeten opruimen nog. Ik hoop het niet, maar we gaan het zien. Nou, we zijn in het Wieshembos aangekomen. Dus we gaan eens even kijken of die ongevallen boom er nog steeds ligt. Of dat een collega hem al weggehaald heeft. Ik zie in ieder geval een aantal tassen vol met afval. Wel bij de prullenbak, dat dan weer wel. Die tassen kunnen natuurlijk niet in de prullenbak als ze al helemaal vol en dichtgeknoopt zitten. Dus dan leggen ze hem erbij. In het Wieshembos hebben we best wel een afvalprobleem, er wordt heel veel gedumpt. Er zijn dus een aantal mensen die dus op vrijwillige basis afval opruimen. Daar zijn we hartstikke blij mee, want wij hebben echt zoveel gebieden bij ons in beheer. Dat redden wij gewoon niet. Er staan twee prullenbakjes aan het begin van het gebied bij de parkeerplaats. En die worden geleegd door de gemeente. Staatsbosbeheer heeft het beleid om geen prullenbakken te plaatsen in haar gebieden. Wij kunnen ook gewoon met onze mensen gewoon niet die allemaal legen. Goeiedag! Nu ziet het er nog oké uit. Veel mensen die met hun honden hier lopen. Het veldje ligt alweer wat, zie ik, van afgelopen weekend. Dat gaan we zo even opruimen. Ja. Er is inderdaad een tak afgebroken, zie ik. Kijken of we die weg kunnen krijgen. Zoals je ziet. Goed, nu gaan we de zaag weer opruimen en dan ruimen we de rotsen nog even op. En dan is het Wieshembos weer toegankelijk voor iedereen. Die is voor mij. En zoals je ziet zijn er afgelopen weekend weer aardig wat mensen bezig geweest hier. Dit soort dingen horen gewoon niet in de natuur thuis. Dieren kunnen het gaan opeten, erin stikken, ze worden er ziek van. Diverse kampvuurtjes worden gemaakt in deze droge periode. Verhoogde risico bosbrand geeft. Ons meubilair wordt gewoon in de fik gestoken. Ja, dat zijn gewoon geen dingen waar we trots op zijn, toch? Ja, het is jammer dat mensen afval achterlaten in de natuur. Het is alleen wel iets wat we steeds vaker zien en helaas bijna een gewoonte begint te worden. Maar dit wat ik hier aantref, ja, het is klein. Maar er zijn dus mensen die hebben hier dus een gat gegraven. In dit gat ligt dus allemaal gewoon glas. En als hier nou een hond of een mens intrapt, het niet ziet, dan trap je dus gewoon zo met je schoenen al, met die pootjes, die dieren, gewoon in het glas. Er zit ook een kapot bierflesje bij. Ja, dit is wel het toppunt. We gaan het Wieshembos weer uit. Ik heb de rommel opgeruimd.
dingen tegengekomen. We hebben de omgevallen takken, of naar de beneden gevallen takken, even opgeruimd, van het weg afgehaald. En voor zover het eruit ziet, ziet het er verder wel oké uit. Ja, volgende gebied. Op dit moment ben ik in het Roggebod Zand en ik ga deze posters even ophangen. Heel mooi inspiegelbeeld. Het zijn eigenlijk waarschuwingsposters voor de eikenprocessierups. Het zit eind mei, begin juni zitten we nu. En de eikenprocessierups is weer in volle gang bezig op onze eiken. Op zoek naar de eikenblaadjes om op te eten. De haren van de eikenprocessierups kunnen heel irritant zijn voor je huid. Maar ook voor je luchtwegen en je keel. Dat kan irritatie opleveren. En daarom... hangen we wat waarschuwingsposters. Op hele drukke plekken zoals speel, zwem en op bepaalde parkeergelegenheden halen we de eikenprocessierups nesten weg. Maar omdat het ook iets natuurlijks is en je er eigenlijk niet heel veel last van hebt in de natuur zelf of in het bos, laten we ze op diepe plekken gewoon wel zitten. Langs wandelpaden moet je dus gewoon wel voorzichtig zijn dat als je bij een eikenboom bent, loop gewoon door. Ga niet te dicht bij de nesten staan, ga er niet kijken. Ga ook niet op de grond zitten. Pak gewoon lekker de bankjes die daarvoor bedoeld zijn. En ga anders desnoods ergens anders picknicken waar het wel kan. En dan moet je er zo min mogelijk last van krijgen als het goed is. Veel mensen vragen aan mij hoe lang ik al boswachter ben. Ik ben 22 jaar en al 2,5 jaar boswachter publiek in Flevoland. Daarvoor was ik ongeveer een half jaar boswachter publiek in Zeeland. Daar ben ik ook begonnen. Het boswachter publiek. Ik hou me eigenlijk bezig met alles rondom recreatie en communicatie. Dus van pers, social media, tot het begeleiden van vrijwilligers, zorginstellingen, maar ook excursies, educatie voor scholieren. Opzetten van evenementen. In Biddinghuizen hebben we bijvoorbeeld elk jaar Mudmasters wat terugkomt. Dus het is eigenlijk best wel een heel breed beroep waarbij elke dag eigenlijk niet hetzelfde is. Je kan de hele dag paaltjes neerzetten of bankjes of vervolgens in de middag nog een excursie moeten geven of de pers te woord staan of noem maar op. Dus het is heel divers en dat vind ik ook wel leuk. Nou, binnen Staatsbosbeheer heb je dus de boswachter publiek die zich bezighoudt met alles rondom communicatie en recreatie. De boswachtersbeheer, die houden zich echt bezig met het bosbeheer. Denk aan houtoogst, maar ook planten. Wij binnen Staatsbosbeheer halen niet alleen maar bomen weg. We planten ook terug en dat hele stukje bosbeheer dat ga ik jullie nog een keertje uitleggen. Maar dan wel een andere keer. We hebben ook boswachters ecologie. Die houden zich bezig met alles rondom het inventariseren en monitoren van flora en fauna. En dan hebben we onze BOA's, de buitengewoon opsporingsambtenaren, die in het veld zijn. En dat zijn eigenlijk de mensen die je veel in het veld tegen kan komen. Daarnaast hebben we nog heel veel mensen op kantoren, teamleiders, beleidsmedewerkers, noem maar op. Maar qua boswachters is het dus beheer, publiek, de BOA en de ecoloog. We'll be right back.
april kwam ik in contact met This Line, waar de t-shirt ook van is. En zij zetten zich in eigenlijk voor alle hulpverleners wereldwijd. Zoals jullie misschien ook weten, is er veel geweld tegen hulpverleners. En zij laten eigenlijk zien wat onzichtbaar is. En door middel van quotes van hun lijnen en specifieke quotes voor bepaalde beroepen. En op die manier willen ze toch aandacht vragen voor de hulpverlening. Wat die mensen die zich elke dag 24/7 voor jou klaarstaan en jou beschermen en willen helpen. En dat ook gewoon eigenlijk een schouderklopje verdient. En dat het geweld ertegen al helemaal eigenlijk iets is wat niet hoort. Toen kwam ik in contact met hen. Daar heb ik eigenlijk uiteindelijk een blog over geschreven. Het is een persoonlijk verhaal van mijzelf, vanuit mijn functie. En wat ik eigenlijk een beetje in de omgeving heb gehoord, wat ik zelf heb ervaren en gezien. En ik heb het hier ook voor mij, dus vandaar. En daaruit kwam er uiteindelijk een quote van This Line. Zij gingen dan bekijken van ja, hoe kunnen we dan de boswachter ook een quote geven. Alle groene boa's en park rangers over de wereld. En dat is uiteindelijk deze geworden. En het is eigenlijk een heel simpele quote. Maar het zegt natuurlijk wel wat wij dagelijks in ons leven, of welk doen, ja, ook leven. En een van de dingen wat ik in mijn blog ook beschreven heb, is eigenlijk wat wij constant aan klachten binnenkrijgen. Wat wij constant van onze omgeving horen. Maar waarbij mensen niet openstaan om ook naar ons verhaal te luisteren. En te horen van, nou, dit, zo zit het eigenlijk in elkaar. Dit is waarom wij bepaalde dingen doen in het bos. En daar heb ik het niet over de hele tak aan natuurliefhebbers die zij aan de boswachters staan. Want dat is eigenlijk gewoon een groep mensen waar we natuurlijk helemaal niet zoveel last van hebben. Ik heb het dan echt vooral over de mensen die gewoon niet openstaan om ons verhaal te horen. En een aantal voorbeelden daarvan zijn, ik krijg regelmatig berichten binnen van ja, staatsbosbeheer, dat is slecht, of welke natuurorganisatie dan ook, want jullie kappen alleen maar bomen. We kappen niet alleen maar bomen. En ik wil jullie nog best wel een keer meenemen, waarschijnlijk in de eerstvolgende video, omdat het zo'n belangrijk onderwerp is. Maar bosbeheer is niet volledig alleen maar bomen kappen. We hebben afgelopen jaren hebben we duizenden bomen weer geplant bij ons in het in de natuurgebieden in rond de Lelystad. En dat is alleen al een klein stukje van Flevoland. Laat staan wat er allemaal wel niet geplant is aan miljoenen bomen in heel Nederland. En we kappen niet alleen maar bomen. Als we alleen maar bomen zouden kappen, dan zouden hele natuurgebieden in één keer verdwijnen. En dat gebeurt niet. Het is elke keer een klein stukje van wellicht een hectare wat weggehaald wordt. Omdat een boom ziek is, omdat hij oud is, omdat hij gewoon kan gebruikt worden voor productie. Dat er gedund moet worden. Er zijn verschillende redenen. En laten we heel eerlijk zijn, hout voor productie. Zitten jullie niet graag ook aan een houten keukentafel? Of hebben jullie alles van plastic en metaal? Het is soms heel tegenstrijdig. Mensen die willen het liefst allemaal houten producten en zo natuurlijk mogelijk leven. Het is ook een beetje een trend van tegenwoordig om dat te hebben in huis. Laat staan dat niet iedereen dat heeft, hè, die stijl. Maar aan de andere kant willen we ook geen bomen kappen. Maar dan gaan we wel bomen uit de andere kant van de wereld hier naartoe halen om daar maar producten van te maken. Maar we willen ook een goede minder CO2-uitstoot. Dus dan gaan we wel bomen aan de andere kant van de wereld vandaan halen. Nou, een ander voorbeeld is ook wel, en die hoor ik regelmatig in het Wiesentbos, waar ik eerder deze video naartoe was gegaan. Waarom plaatsen jullie geen afvalbakken? Want als jullie afvalbakken plaatsen, dan zijn jullie af van alle troep in de natuur. Nou, ik kan je vertellen, dat is echt niet zo. Want in het Wiesentbos staat, zoals jullie ook gezien hebben in de video net, staan er twee prullenbakken. Wel aan het begin van het Wiesentbos, bij de parkeerplaats. Maar waarom is het zo moeilijk als je dan het gebied ingaat met je spullen, om vervolgens die spullen even mee te nemen naar die parkeerplaats en het daar weg te gooien? Als dat al moeilijk is, moeten we dan bij elk puntje waar mensen dan gaan zitten op het gras een vuilnisbak gaan plaatsen? Staatsbosbeheer heeft eigenlijk drie termen. Beschermen, benutten en beleven. En binnen de boswachterijen en binnen alle functies van de boswachters probeer je die drie ballen, beschermen, beleven, benutten,
een beetje even hoog te houden. Maar soms gaat het gewoon niet. Het ene natuurgebied heeft gewoon veel meer verzorging op beschermen nodig dan bijvoorbeeld een ander natuurgebied. Dus als het natuurgebied bijvoorbeeld een Natura 2000 gebied is, zwaar beschermd, dan ligt de bal van beschermen gewoon hoger dan beleven of benutten. En dat hebben we dus ook in ons dagelijks werk. Je hebt dus heel vaak mensen die dus bijvoorbeeld hun honden niet aan de lijn houden op momenten dat het niet kan of in gebieden waar het gewoon niet mag. En dan krijg je te horen, ja, maar mijn hond die doet dat niet. Die gaat niet achter het wild aan. Dus jouw hond die loopt los. Iemand anders ziet dat, die denkt, oh, die hond loopt los, dan loopt mijn hond ook los. Nou, misschien dat die hond wel achter wild aangaat. Het is gewoon één lijn. Hou je gewoon aan de regels. Regels die worden gemaakt per gebied. En er wordt gekeken welke dieren erin zitten, bijzondere flora en fauna, hoe we de natuur kunnen beschermen, maar toch recreatie zoveel mogelijk kunnen toestaan. En als recreatie toegestaan kan worden, ligt de bal van bescherming gewoon veel hoger. En dat is niet moeilijk om te accepteren. Het is alleen niet leuk om te accepteren als je daar wil gaan recreëren. Maar we willen tegelijkertijd als mens zijnde ook de natuur beschermen. We willen ook blijven genieten van de natuur. En dan is bescherming ook weer nodig. Of draait het toch alleen maar om dat recreatie en het beleven? En ik wil jullie dan ook het volgende meegeven. Zie je een boswachter in een gebied? En heb je vragen over waarom wij iets doen? Waarom we bijvoorbeeld bomen weghalen? Waarom daar je hond niet los mag? Noem maar op. Spreek ons gewoon aan. Vraag het gewoon. Mocht je niemand tegenkomen in het veld, Staatsbosbeheer heeft een website. Dat is www.staatsbosbeheer.nl. En als je in het zoekknopje de naam van het gebied intikt, dan vind je uiteindelijk het gebied op de website. Er staan er heel veel. En bij elk gebied staat er een boswachter met een e-mailadres en vaak ook nog wel een telefoonnummer. We leggen het graag uit naar jullie waarom wij bepaalde werkzaamheden doen en waarom dat belangrijk is. En zo voorkomen we uiteindelijk hopelijk ook veel meer discussies. Van deze lijn heb ik een aantal stickers gekregen van de quote die we samen bedacht hebben. Ik heb er 6 die ik verloot. Laat in de reacties weten waarom jij deze sticker wil hebben. En dat je dus ook aan de hand van de sticker kan laten zien van hey, wij staan achter de park rangers, de groene boa's en de boswachters over de hele wereld. En wij beschermen net zo hard voor de natuur. Zonder alleen misschien het groene uniform. Nou, laat in de reacties weten waarom jij deze sticker wil hebben. Misschien heb je wel een heel tof verhaal of heb je iets meegemaakt. Laat het gewoon weten. En misschien heb je helemaal niks meegemaakt, maar wil je gewoon heel graag die sticker hebben. Laat het dan ook weten. In ieder geval, geef dus een reactie in de reacties hieronder. Dat je die sticker wil hebben en misschien krijg jij er dan eentje van mij toegestuurd. Afgelopen paar weken deelde ik met jullie een foto via mijn social media kanalen waarbij ik aan het filmen was. Ik had mijn camera in het bos staan. En dat is vanwege de samenwerking met City Marketing Lelystad. Oftewel de mensen die achter de accounts op social media van Lelystad zitten. Zij willen namelijk veel meer laten zien wat er allemaal in Lelystad te doen is, wie je daarvoor moet hebben, waar je de activiteiten kan vinden, nou, noem maar op. En vanuit het natuurvlak zal ik wat meer laten zien over wat er allemaal in de natuur te vinden is, welke dieren er leven, wat je er allemaal kan doen aan activiteiten, leuke weetjes, vraaguurtjes, livestreams, meelopen, noem maar op wat voor leuke ideeën we allemaal wel niet hebben. Dus aankomende periode zullen jullie mij ook veel meer gaan zien op de social media kanalen van Lelystad. Maar daarbij is jullie input natuurlijk van harte welkom. Dus heb jij leuke ideeën waarvan je zegt, nou dat willen we graag zien of te weten komen over je werk. Laat het ons weten. Dat kan via het social media kanalen van Lelystad of mijn kanalen Boswachter Amy Zeeman. En wellicht neem het de volgende keer mee in de video. Nou, dit was hem weer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar deze vlog te kijken. Laat in de reacties weten wat jij nou ervan vond. Of wat ik de volgende keer misschien moet vertellen, laten zien en wat jullie graag willen weten. Laat het allemaal gewoon in de reacties weten. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren. En kijk vooral in deze playlist naar de andere video's. Tot de volgende keer. Doei!